Wat is minimumloon? Nou, minimumloon is eigenlijk hetgeen wat je minimaal mag verdienen. Over een volledige werkweek. Ja. Dat verschilt in welke branche je werkt. Supermarkt bijvoorbeeld 40 uur per week, horeca 38. En minder dan hetgeen dat voorgeschreven staat, mag je gewoon niet verdienen. En het minimumloon ligt rond de 1630 euro, maar dat verandert ook weer elk half jaar. Altijd op 1 januari en op 1 juli wordt dat ook weer veranderd. Verhoog. En dus dat gaat ook weer een klein beetje steeds omhoog. We krijgen steeds meer geld. Ja. Ben je nou jonger dan 21 jaar, dan val je onder het minimum jeugdloon. Het minimum jeugdloon is zo dat iemand van 17 minder verdient dan bijvoorbeeld iemand van 20. Dus naarmate je ouder wordt, tot aan 21, verdien je dus elk jaar een beetje meer. Meer geld is beter. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.